Goedemorgen, het is donderdag en ik dacht ik begin alvast met de vlog, want it's my birthday. Boep boep. Ja, het is mijn verjaardag en ik heb vanmorgen een heerlijk ontbijtje gekregen van mijn mannen en een mooi kunstwerkje van Niels van het kinderdagverblijf en van Sven heb ik een weekend weggekregen, maar we hadden het er al wel over gehad. Want ik zei van ik wil dan liever als ik gewoon klaar ben met borstvoeding en zo, dat ik gewoon echt even, ja, weet je, dat ik niet dat met die kolf onder mijn arm hoef te zitten en zo, weet je, dat soort dingen. Dus dat gaan we, ja, in principe geef ik een half jaar borstvoeding, dan zou het zeg maar begin van het nieuwe jaar zijn. Maar misschien als ik al een beetje aan het afbouwen ben, dan zo, moet ik maar even kijken. Maar in ieder geval, nou, we hebben al wel wat ideeën waarheen en zo, maar ik zei van ik vind het gewoon leuk om het dan te doen dan nu. En hij had een mooi ontbijtje en taart en taart voor straks. Zit in mijn oog. Ik heb even een verjaardagsmake-upje opgedaan. Dus ik heb al mijn precious products. Dus ik heb de Chanel Vita Lumière Aqua. Ik heb deze oogschaduw van Dior. Dit is de Dior Mono in Cosmopolite 658. En mijn Bobbi Brown Shimmer Break. En nog wat andere dingetjes, maar ik dacht dit even... De beauties van vandaag. En ik heb weer eventjes nagellak opgedaan. Ik moet er één laag even over doen, want ik was alweer te snel met dingen bezig. Maar deze nagellak, deze heeft hij dus nog niet. Maar dit is, ik geloof niet dat hij nog te koop is, maar dit is de L'Oréal Collection Privé van Doutzen. En die hele mooie kleur. Dit is de kleur Doutzen Nude. En daar ben ik gek op. Ik heb vandaag nog missie om, nou, het laat ik straks wel zien, in ieder geval een hele commode even gaan opknappen. Ik moet Niels de tas pakken, want die gaat dit weekend naar mijn schoonouders toe. En afhankelijk van of mijn schoonmoeder een koortsje heeft of niet, gaat Elin zaterdag naar mijn schoonouders toe. Want dan gaat Sven ook. Ik heb op zich genoeg koolvoorraad. Dus dat zou op zich heel, ja, zou wel heel bijzonder zijn als hij al uit logeren gaat. Maar ja, Sven is er gewoon bij en dus mijn schoonouders. Alleen mijn schoonmoeder twijfelt of ze een koortsip had. En ja, dat is super gevaarlijk. Dus bij twijfel niet doen. Maar het is natuurlijk nog een paar dagen. Dus even aankijken hoe, of het inderdaad een koortsip is. En nou, dan niet. En anders dan misschien wel. En dat zou betekenen dat ik dan zaterdag gewoon all by myself ben. Dan moet ik natuurlijk wel kolven. Maar ik heb echt heel veel voorraad. Omdat ze aan het begin had ik zoveel productie. Dat had ze helemaal niet nodig. Dus dat moet op een gegeven moment ook een keer op. Dus dat is op zich een mooie gelegenheid. Ik had nog kraamvisite staan vandaag. Maar dat gaat niet door. Maar ik heb wel... Een collega van mij is ook net bevallen. En wij gaan even straks een taartje eten. Samen met onze versbakken baby's. En morgen komt mijn beste vriendinnetje. En mijn beste vriendinnetje van de basisschool komen langs. Dat is heel leuk. Onze kleine prinses. Ja. Ja, is ook zo mooi, hè. Ja, kleine prinses is wakker, dus we gaan lekker eten, hè? Ja. Poelewops. Ja, nu? Ja, nu. We gaan gezellig eten. Hier zit mijn liefde. Oké, daar staat je voor. Op mijn verjaardag. Hoppatee. Ik trakteer mezelf op een half glaasje wijn. Want ik ben jarig. En ik ben nu aan het voeden. Dus dan kan het. Heb ik begrepen. En ik had net ook een date met een collega van mij. Die is net bevallen. En die had al wijn gedronken. En haar kraamhulp had ook gezegd. Als je direct na het voeden. Of al tijdens het voeden. Direct na het voeden. Een wijn drinkt tegen de tijd dat de volgende voeding is. Is het al weg. Dus toen dacht ik. Dan trakteer ik mezelf op mijn eerste halve glaasje wijn. In een jaar tijd. Bijna een jaar, ja. Dus... Cheers to me. En ik ben ondertussen aan het voelen. Tenminste niet nu, want ze krijgt nu even een pyjamaatje aan. Het was heel gezellig. Even met de opa's en oma's gegeten. En Niels was echt super vrolijk. Ik ben wel een beetje moe. Ik heb geld gekregen als cadeautje van mijn ouders en schoonouders. Omdat ik namelijk een ketting wil van verder en verder. Met de initialen van Niels en Elin. Dat vind ik wel heel mooi. Ik zal hem even laten zien. Ga
gaat hem nu open. Ik weet niet of jullie het een beetje kunnen zien. Het is een ketting met twee initialen. En dan wil ik dus de N en de E. Van Niels en Elin natuurlijk. En die ga ik aanschaffen. Nu ga ik weer verder voeden. Goedemorgen, het is vrijdag en ik ben wakker. We hebben echt ineens weer zo'n fruitvliegsexplosie. Herkent iemand dit? Oh, daar is mama. Mama kwam even binnen. Oh, het is op een scherm. Mama kwam binnen, want ik ga lekker naar de schoonheidsspecialist om mijn wenkbrauwen en wimpers even in de lak te zetten. En daarvoor ga ik nog even naar de Hennis, want ik heb verjaardagskorting. Dus ik dacht, nou, goed excuus. Mama is even lekker ommetje maken met Edin. En Niels is uitdogeren en Sven is aan het werk. Dus dat wordt de dag. Ik, na de schoonheidsspecialist ga ik gewoon naar huis. Ik heb net haar gevoed, dus ze kan even voort. En er ligt voor de zekerheid andere voeding klaar. Tenminste, zit in de vriezer, zit gewoon andere voeding. Dus ja, ik ga me aankleden. Ik sta weer in een pashoekje, maar die heb ik aan vandaag. En dan met mijn tigervans. Deze trui vind ik wel leuk. Gewoon een trui voor thuis. Ik heb net mijn wimpers en wenkbrauwen gedaan, zoals je ziet. En nu ga ik weer naar huis. Ik kreeg al een hele leuke foto van Edith, dus zin om haar weer te zien. Ik ga de commode beplakken met plakfolie, want dit is gekomen. Niemand heeft zich als schuldige bij mij gemeld, maar dat doet er ook niet toe. Maar dit is kapot. En dat kan gebeuren natuurlijk, maar er zit nog wel meer van die kleine beschadigingen in. En ik denk, ja, ik moet hier nog wel een jaar of drie tegenaan kijken. Dit annoys me. Dus ik dacht, ik kan het helemaal lastig gaan schuren, maar ik kan ook gewoon alleen de bovenkant beplakken met plakfolie en dan marmer. Dus dat ga ik doen. Ik heb extra breed plakfolie besteld, want ik wilde niet twee stroken doen, want dan krijg ik zo'n lelijke scheiding. Dus dit is breed zat. Dus ik ga het nu even aftekenen en plakken. Ik ben benieuwd. En hij is af. Nu eerst eten. Maar ik ben heel blij met het eindresultaat. En dit is het eindresultaat. Nou, ik ben best wel blij ermee. Ik heb trouwens altijd hier onder de commode heb ik altijd zo'n soort anti-slipmatje liggen. Want anders wordt het zo glibberig. Dat had ik bij de oude versie ook al. Ik denk dat zie ik eronder liggen. Nou, leuk toch? Het is in ieder geval zien we geen blutsen meer. En dat is wel heel fijn. Nou, ik zie hier nog een luchtbel. En dan ga ik zo meteen Elin voeden. En dan ga ik daarna naar mijn beste vriendinnetje toe. Dus daar heb ik heel veel zin in. En dan gaan we gewoon lekker relaxen. Ik neem mijn kolf mee en dan kan ik één voeding kolven. En dan geeft Sven haar gewoon een voeding uit de vriezer. Zaterdag. En ik heb mijn haar gewassen. Ik was even vergeten dat ik natuurlijk gewoon naar de kapper ga, dus dat niet had hoeven doen. Maar goed, hè. Maakt het uit. Ik heb dus niet helemaal netjes gefeund. Want ik dacht, dat zal dan een biet wezen. Ik heb gisteren een heel leuk cadeautje gekregen. Een cadeaubon van de Soap Treatment Store. En, want ik had gezegd, ik wil gewoon iets voor mezelf te verwennen. Maskertje, crèmetje, iets voor in bad. Iets om mezelf te verwennen. Of een schoonheidsdingetje. Of nou ja. En toen heeft ze een bol van soap gegeven, daar ben ik super blij mee. En vandaag gaat Sven naar Zwolle toe, die heeft met vrienden afgesproken. Dus vandaag ben ik independent mom. I can do this. Dus ik ga niet zoveel doen, ik ben gewoon met Edin. Maar ik ga wel even naar de kapper, dus mama komt straks eventjes en dan ga ik even naar de kapper. Dus dat wel. Even deze manen, sorry voor mijn bazooka's. Ik kan er niets van doen, dat is borstvoeding. En een stukje genen. Maar gaat denk ik gewoon een heel klein stukje af, gewoon wat nodig is. En dan weer even, ja, gewoon een beetje. Kijk, dit is normaal niet zo lang, zeg maar. Dit mag gewoon iets korter. Die voorste plukken. En ik zet echt verder, ik wil eigenlijk. Ik zit ondertussen in het scherm te kijken, wat kan ik laten zien. Ik wil eigenlijk dat ze het zo knipt dat ik een zij- en een middenscheiding kan doen. Dat
Dat heb ik eigenlijk al 100 jaar niet gehad. Dus zeg maar zo. Dat ze het zeg maar knipt. Ja, nu zit het natuurlijk niet, want ik heb het anders gevuild. Gefeund. Maar het lijkt me wel leuk voor de afwisseling. Maar Sven die zei dat zij mij gewoon mooi staat. Daar ben ik op zich wel mee eens. Maar ik vind het wel leuk om een beetje te kunnen afwisselen. Ja, ik ben een filmpje aan het uploaden. En dat is het zo'n beetje. Ik ben gewoon lekker te slapen. Een deetje. Oh ja, en we hebben gisteren deze gehaald. Deze stokken triptrap. En vandaag komt een newborn set erbij. Vond ik wel leuk, want dan kan zij ook gewoon een beetje aan tafel erbij zitten en zo. Zo, gaan we jou eens even verschonen, hummeltje. Ja, even verschonen. Even lekker je aankleden. Ja. Nou, ik ga even verschonen. Dat doe ik altijd tussen de ene en de andere borst, omdat ze vaak een beetje in slaap sukkelt. En dan is het wel zo makkelijk om het tussendoor te doen. Dan wordt ze weer een beetje wakker. En ook omdat ze vaak tijdens het voeden nog de hele broek vol doet. Dus dan is het wel praktisch om het daarna te doen. Maar als je het na de voeding doet, dan wordt ze weer zo wakker. Dat is ook niet helemaal wat je wil natuurlijk. Ja, oh, lekker uitrekken. Lekker uitrekken, mooi piepje. Heb je een pakje meegenomen? Zie je hoe groot dat is? Echt groot. Echt een grote meid. Dan leggen we doekjes neer. Mooi is je nieuwe aankleedkussen, hè? Mooi, hè? Ja. Ja. Zullen we samen een liedje zingen? Dat vind je altijd leuk. Dat is leuk. Ik ga het meenemen. Gisteren ging mijn moeder Ozuis Wozuis Walla Kristallen doen. En deze zei, mama. Ja, bij Walla Kristallen, hè? Maar nu ben je met andere dingen bezig. Ja. Ja, oh, het is zo. Zo krap. Ja, en dan is het nog wel stretch. Maar je bent zo lang. Ja, je bent zo lang. Oh. Ja, nou. Hey. Een beetje glad hoor, nee, dat is wel lekker. Ja. Wolkenbroek. Vandaag gaan we lekker. Huisdagje, doe maar lekker huispakje aan, hè? Kijk eens, mijn newborn set. Hey! Mijn newborn set is binnen. Woehoe, ik ga hem erop zetten. Ik heb er eens zonder het nestje erin gelegd. Kijk wat ze daarvan vindt. Dat is volgens mij ook wel oké. Nou, ze zit erin. Ja, ze zit helemaal te lachen. Kijk eens, ik wil natuurlijk de gezichtje niet helemaal laten zien, maar ze zit helemaal te lachen, hè? Ja, ze zit erin. Ik moet alleen nog even dit allemaal verstellen. Daarom ben ik er nu straks even bovenop. Maar ik ga er dus nu er weer uithalen. Ja, kijk, je staat te lachen. Ja. Ja, je kan het nu niet zo goed zien. Ze lacht ook met de oogjes. Ja. Ja. Ja, poepie. Nou ja, dus dit is hem. Ik ben helemaal blij ermee. Ja, zit je zo lekker. Ik moet dus nu nog even, ja, ik moet nu even bekijken hoe ik hem dan precies strakker zet. Maar dat ga ik nu even doen. Ik heb net deze prachtige bos bloemen gekregen. Nou, is toch beautiful. En van bloemen meteen in het echte leven. Ik ga de was eruit halen. En een theetje voor mezelf zetten. Ik heb net dit van mama gekregen, zomaar. Met allemaal lekkere spulletjes voor me en de baby. Heerlijk. En we zitten even een taartje te eten. Want de taart moet ook op naar de verjaardag. Ik heb de fiets aan de kapper. En de zon schijnt. Ik ben er klaar voor. Nieuw koppen. Nee, helemaal niet. Ik zit bij de kapper. Ik ben weer thuis en dit is mijn haar. Ik heb dus even voor de afwisseling een zijscheiding genomen. Of een middenscheiding in plaats van een zijscheiding. Ik moet er een beetje aan wennen. Mijn moeder zei ook al, ik vind geloof ik zij leuker. Maar ja, ik denk volgens mij moet ik gewoon even naar kijken een tijdje en dan weet je of je het leuker vindt of niet. Dus voor nu laat het zo. Ik kan het ook nog anders, zeg maar, kan het gewoon nog in een zijscheiding doen. Maar verder ben ik er echt heel blij mee. Het zit gewoon weer helemaal leuk. Ze heeft flink lang een blondmasker erin laten zitten, dus het is gewoon weer lekker opgefrist. Ik krijg altijd de vraag of ik mijn haar geverfd heb. Nee, ik krijg altijd eerst compliment dat mijn haarkleur zo mooi is.
En daarna van heb je het geverfd en hoe en bla bla. Maar ik heb het niet geverfd, nooit geverfd. Dit is gewoon mijn eigen kleur. Ja, nu hebben ze zo'n paars masker zeg maar ingesproken. Dus ik denk dat het paars was, ik heb geen idee. Maar goed, nee, het is mijn eigen kleur. Er staat een pan op met alle koolspullen om uit te koken. Ik heb pasta gemaakt, een beetje te veel. Maar goed, beter te veel dan te weinig. Dus ik ga nu even lekker eten. Ik zit Dance 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 te kijken en ik heb het vrij warm zoals je ziet. Want ze ligt al de hele tijd zo bloedheet. Ik kan mijn vest ook niet uittrekken. Maar daar heb ik iets op gevonden. Ik weet niet of je het kunt zien, maar dit is vegan, dus lactosevrije Ben & Jerry's. Oh, ik ben ook niet meer scherp. Jongens, ik heb maar één hand. Werk bij mijn camera. Goed, ik ga dat even drinken. Zo, lekker. Ik ga dat even eten. Ik heb het gewoon te warm. Het zweet draait over mijn rug. Tijd voor ijs. Goedemorgen, het is zondag. En wij hebben een goede nacht gehad, hè? Ja. Nee, het viel me allemaal mee, gelukkig. Ik heb zelf wel een beetje keelpijn en oorpijn. Ja, ik ga wakker worden, hè? Want ze was wakker om 7:15, dus het is prima. Ik duurde wel, ik kreeg gewoon niet wakker gisteravond, dus ik ben volgens mij pas om 12:00 of zo gaan voelen. Wat was het? Het was laat. Het was laat. Misschien ook wel later, ik heb echt geen idee. Nee, volgens mij rond die tijd. Ja, en je ging lachen. Ja, en toen was het ook maar kort. Ja, want toen viel ze steeds in slaap. Ik heb water over je heen gedaan. Ik heb gekieteld aan je voetjes. In je gezicht gaan blazen. Maar wakker worden wilde ze niet. Dus ik heb een soort van half gevoed. Dus ik dacht, oh, dat wordt een nachtvoeding. Maar goed, ik dacht, we staan er positief in. We zien wel waar het schip stond. Maar uiteindelijk dus... Ja, uiteindelijk geen nachtvoeding, nee. Ik helemaal in mijn sas. Ja, helemaal in mijn sas. En nu, alleen ja, ik slaap gewoon nooit lekker als Sven er niet is. Dat is een soort raar dingetje. Dus ik heb zelf niet heel lekker geslapen. Maar zij heeft heerlijk geslapen. Geen kik. Ik heb een lekker ontbijtje en ik ga hem even opmaken. Zo, gedoucht en wel. Ik heb mijn haar nu zelf gedaan. Ja, je dacht misschien, waarom heeft ze het nou weer gewassen, maar... Eén had er overheen gespuugd, was niet zo heel fijn. Dus ik dacht ja, hè? Dus ik heb het nu zelf zo gekruld. Het zit nu nog een beetje heftig omdat ik het net gedaan heb. En één is slaapt nog, dus ik ga even lekker verder met mijn bevalverhaal eten. Iedereen is weer thuis en nu liggen de kleintjes te slapen en wij zijn het huis een beetje aan kant aan het maken. We krijgen zo visite. We zijn ook even naar buiten nog geweest. We hebben allemaal vergeten filmen. Ik had mijn camera bij, maar gewoon vergeten. Het is inmiddels alweer avond en ik besef me dat ik ongeveer niet heb gefilmd. Ja, soms gaat het zo. Nou, dit is ook een goede loop. Wij gaan lekker naar bed. Ik ga zo even eten invoeren. En ja, ik zie jullie volgende week. En dat is een hele leuke vlog, want dan gaan wij op vakantie. Een weekje weg met mijn ouders. Dus ja, dan neem ik jullie uiteraard ook mee. Ik moet even kijken hoe ik dat precies ga doen. Maar in ieder geval, ja, dat wordt een andere vlog dan nu. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En ben benieuwd wat je wel een nieuwe koek vindt. Sven vindt in de scheiding niks, mijn moeder ook niet, dus misschien dat hij weer verdwijnt. Ik moet zo nog gaan wennen. Maar voor nu laat ik mij weer zo. Heel erg bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week.